Elke 7 jaar eist de koning Minos van Kreta een mensenoffer voor zijn zoon. Deze was half stier, half mens. In Athene heerste overal angst. Ditmaal was Theseus, de zoon van Egeus, de koning van Athene, tussen de slachtoffers. Maar hij zou zijn veel duur verkopen. Gesteund door het orakel van Delphi dat hem de overwinning beloofde indien hij de liefde van de koningsdochter zou winnen, vertrok hij. Bij het naderen van het eiland zag Theseus een jonge vrouw naar hem kijken en zijn hart begon sneller te kloppen. Ook Ariadne bloosde van opwinding bij het zien van de jonge koningszoon. Ze besloot hem te helpen en schonk hem een bol touw. Hier, neem die touw en wikkel het af. Gesteund door Ariadne vertrok Theseus naar het labyrinth. Monster brulde van woede bij het ruiken van de mensengeur. Een vreselijk gevecht ontspond. Ja, ha, ja. Maar het was Theseus die met een bovenmenselijke inspanning zijn paard tussen de ogen van de stier plantte. Yes! Dankzij het touw van Theseus snel de uitgang. Ze saboteerden de schepen van de koning en sloegen samen op de vlucht. Maar de god Bacchus eiste Ariadne voor zich op. Door verdriet overmand vergat Theseus de witte zeilen te hijsen. Toen koning Egeus over de zee tuurde en de zwarte zeilen zag, sloeg de schrik hem om het hart. Hij begreep dat zijn zoon het gevecht met de stier niet overleefd had. Overmand door verdriet gooide hij zich in de golven. Dit was de prijs die Theseus moest betalen voor zijn overwinning.